Deze nieuwsuitzending. Het is de vijfde in de serie Weltschmerz. En die gaat over oorlogsmisdaden. En dan met name over de oorlogsmisdaad die gepleegd is in Kroatië tijdens de Tweede Wereldoorlog. Misschien dat ik er nog wat andere bij ga pakken. Oh, dat ligt er even aan. Dat weet ik nu nog niet. Want ik weet er voldoende. En er zijn misdaden. Ja, tegen de menselijkheid. Gepleegd ten tijde van oorlog. Zodat iedereen denkt van ja, maar het was oorlog. Ja, tijdens een oorlog vallen echt doden. Dat is niet meer dan logisch. Ja, maar er bestaat ook zoiets als een oorlogsmisdaad. En dat mag niet. Wat was er aan de hand in Kroatië? In Kroatië woonde een behoorlijk aantal Serviërs. Dus Joegoslavië bestond uit Serviërs en ook Mohammedanen. Kroaten. Ja. Die Serviërs die stonden onder aanvoering van in de tijden van die Balkanoorlog. Hè. Een tijd later natuurlijk. Had je Mladic. Die Mohammedanen die hadden Izetbegovic. Maar dat was bij die Balkanoorlog. En toen in die Tweede Wereldoorlog. Ik weet niet hoe het toen verdeeld was, maar in dat gebied wat we dan, wat nu denk ik een aparte staat is. Daar had je die bewegingen heette de Ustashi. Ustasha. Ik ken iemand en die komt uit die contraien. En die zegt dat mijn uitspraak niet klopt. Nee, het is niet. Het is iets met een klemtoon of zo. Ustashi. Betekent sta op. Dat weet ik nog wel. Dan zeggen de opstandsbeweging. En in dat gebied, wat we dus nu Kroatië noemen. Toen ook. Toen was het denk ik een provincie. Want onder Tito is dat hele gebied verenigd. Hè, wat één staat. Ik weet niet helemaal de geschiedenis hoor, van Joegoslavië. Zo ongeveer. Hè. En die Oestersje, die sta-op-beweging, die stond onder leiding van, jawel, de katholieke kerk. Middels een of andere kardinaal of aartsbisschop die daar zat. En die Serven, die zijn niet katholiek. Nooit geweest. Die zijn orthodox, zo heet dat. Maar dan Servisch orthodox. Je hebt ook Russisch orthodox. Maar die Serven, die zijn dan Servisch orthodox. Dat is een andere kerk dan de Russisch orthodoxe kerk. Maar maakt niet zoveel uit. Het probleem was dat ze niet katholiek waren. En los van die Serven had je daar een groep Joodse mensen. En ik zal even kijken of ik dat boek erbij kan vinden. Edmund Paris. Weet ik weer, Genocide. En wat zei ik, Kroatië. Kroatië. Kijken wat ik kan vinden. Ja, is dat het is. Je kan het kopen. Pak even Wikipedia erbij.
Mijn Mac is een beetje langzaam, want ik zat te uploaden. Dan moet je me even wachten. Tot slot van rekening, het is alweer zo'n tijd geleden. Edmond is het. Edmond Paris. Dat was een Franse auteur. En die schreef geschiedenisboeken. Hij is geboren in 1894 en overleden in 1970. Was a French author of works on history, particularly the modern history of the Catholic Church. He was born in Paris to a Roman Catholic family of scholars. Hij heeft op de Sorbonne gestudeerd. Hij heeft ook gestudeerd in Rome, Geneve, Salamanca en Montreal. His work and life brought him into troubles. In Edmond Paris, The Secret History of the Jesuits. Dat boek dat wordt voorgelezen door Jurk Lisman. Daarin staat een introductie. En daar heeft A. Rivera geschreven. Rivera moet je zeggen. Dus een Spaans sprekend iemand. Ik neem aan dat het Alberto Rivera is geweest. En dan zegt Alberto Rivera: The Edmond Paris works on Roman Catholicism brought about the pledge on the part of the Jesuits to 1. Destroy him. 2. Destroy his reputation, including his family. And 3. Destroy his work. And even now, these great works of Edmond Paris are being tampered with. En dan gaat het dan, even kijken, dan heb je hier iemand, die heet Philip J. Cohen. En die heeft gewerkt voor de Verenigde Naties als adviseur over Bosnië. Bosnië-Herzegovina. En die heeft verschillende boeken geschreven over de geschiedenis van het voormalig Joegoslavië. De meest beroemde is Serbia's Secret War, Propaganda and the Deceit of History. Voor het eerst uitgegeven in 1996. En de deceit, dat is bedrog. Deceiver is iemand die de boel voor de gek houdt. Er staat hier L.E. Lee, writing about genocide in satellite Croatia, described the work as a frightening documentation of the Ustasha. Het is heel verschrikkelijk wat erin staat. Jurk is dit boek, Genocide in Satellite Croatia, nu aan het voorlezen. Als je naar Jurkse kanaal gaat, onder deze video is het, dacht ik, de eerste link. Dan kom je op de home terecht. En dan moet je even klikken op dat woord video's. Als je dat nu snel doet, dan staat hij redelijk bovenaan. En dan heet hij iets van... Moet ik hem even bijpakken. Die titel is net iets anders dan wat ik net maar voorlas. Ik zal hem er even bij. Neem maar. Video's. Ja, mit Gott und den Fascisten. Wie man ein Menschenschlachter wird.
En dan leest hij stukjes voor uit dat boek, of dat hele boek, weet ik ook niet. En af en toe heeft Jurk het er moeilijk mee. Het zijn zulke verschrikkelijke dingen die de katholieke kerk daar heeft uitgevraald in Kroatië. Met geen pen te beschrijven. Je wordt er misselijk van als je daar een beeld bij vormt. Echt verschrikkelijk. Ja, dat is toch iets om in de gaten te houden. Ja, je kan zeggen, het is gelukkig een hele tijd geleden. Ja, dat is die Jodenvervolging tijdens de Tweede Wereldoorlog ook. En daar zijn allemaal musea van. En dan gun ik die Joodse mensen hun musea. Dat is verder geen punt. Maar waar zijn de musea voor deze genocide? Want er zijn 750.000 Serven afgeslacht. En iets van 100.000, zeg maar ongeveer, Joodse mensen. Dat is geen geintje. En van de mensen die belanden in die kampen, de Joodse mensen, een aantal daarvan zijn levend teruggekomen. Maar die mensen, die aantallen die ik net noemde, die zijn afgeslacht. Onder de meest verschrikkelijke omstandigheden. Op de meest verschrikkelijke manier. Echt heel erg. Te walgelijk voor woorden. Er zit een of andere duif door mijn uitzending heen te lullen. Waar zit dat beest? Even kijken. Ja hoor. Dat dacht ik al. Op mijn balkon. Illegale immigrant. Een beetje te lonken naar wijven op mijn balkon. Roekoe. Dat is toch erg, hè? Kroatië. En geen hond weet het. Die nabestaanden, voor zover er dus nog mensen waren die niet opgepakt waren. Want als je opgepakt was, dan was je er geweest. Maar er zijn mensen geweest die wisten op tijd te vluchten of zo. Of die hadden daar familie wonen en die woonden niet in Kroatië zelf. Maar ja, oom Gerard en tante Gerda. Die waren wel dood. En die mensen die hebben geprobeerd om via het internationaal gerechtshof verhaal te kunnen halen op de katholieke kerk. En toen heeft het internationaal gerechtshof tegen die mensen gezegd van ja, dat kan je wel willen. Maar wij hebben juridisch gesproken geen zeggenschap over het Vaticaan. We hebben zeggenschap over ieder land, maar niet over het Vaticaan. Dus ja, verkeerde loket. We kunnen niks voor u doen. Alsof je naar de snackbar gaat en je vraagt om een nieuwe spijkerbroek. Verkeerde loket. Wij verkopen hier alleen maar patat en een friket. En geen spijkerbroek. Dus als je wat te zeiken hebt tegen Duitsland, nou, dan ga je bij ons terecht. Tegen België. Maar als je wat te zeiken hebt over Vaticaanstad, wat een staat is, wat een land is. Die hebben ook een eigen, er ook een eurotje, kan je ook spaar ze alle 28. Er is een euro in omloop en op de achterkant, daar staat het symbool van, nou, ik denk die hoed met die twee sleutels. Ken je toch wel, dat symbool van Vaticaanstad? Zo'n tiara, zo'n drielage hoed, die staat voor hemel, aarde en hel. En dan die twee sleutels, die verbonden zijn met een koraalrood, bloedkoraalrood koord. En die zilveren sleutel, die staat voor de heerschappij over
de politiek, inclusief bedrijfsleven, de staten, dat is de zilveren sleutel. Aan de gouden sleutel staat de heerschappij over alle kerken. Weet je ook gelijk waar het Vaticaan mee bezig is? Die willen de totaalheerschappij. En zijn bereid om daar, in dit geval in Kroatië, in een paar jaar tijd 800, 900.000 burgers, wiens enige misdaad was dat ze geen katholiek waren, af te slachten. Hou het even in de gaten. En nu hebben ze iemand als Alex Jones van Infowars.com. Die wil dan de geschiedenis blootleggen en la la la. En die vertelt dan wel dat de oorlog in Vietnam, die is in een stroomversnelling terechtgekomen, of in een hogere versnelling terechtgekomen, door dat incident in de Golf van Tonkin, waarbij dan een Amerikaanse kruiser, die was aangevallen door een Noord-Vietnamese marineschepen. De Amerikanen helemaal boos, boos, boos. En toen zijn ze Vietnam binnengetrokken. Ja, en Alex Jones vertelt dan van, ja, dat incident in de Golf van Tonkin. Dat heeft alleen maar in de krant gestaan. Dat is nooit echt gebeurd. En hetzelfde geldt ook in de Tweede Wereldoorlog voor die aanval op Pearl Harbor. Dat was ook met volledige instemming van de Amerikaanse overheid. Tenminste, van de ingewijden. Niet iedereen dat wist. Maar die man die dat toen aan het hoofd was, wie was dat? Was dat Roosevelt? Die wist daarvan. Er is nog iemand geweest en die zei, wat is hier aan de hand? Dat klopt helemaal niet. Ja, die was in de mond gesnoerd, man. Hey, mond houden. Dit is ons visie. Kijk, dat vertelt Alex Jones wel. Maar dit verhaal van Kroatië, dat vertelt hij niet. En behalve Edmond Paris heeft ook Avro Manhattan erover geschreven. En dat spel je net als die radioomroep. Dus Anton Victor Richard Otto. En Avro Manhattan was zo'n hoge pivot binnen het hele gebeuren daar in Amerika. Ook binnen de katholieken. Hij was zelf ook een ridder van Malta. En hij wist ervan, hè? Dus Avro Manhattan. En die sprak die vrouw van Roosevelt, Eleanor. Of zij het ook wist. En die zei dus tegen Avro Manhattan, ja. Toen eerst van haar man, die hoorde ervan en die geloofde het niet. Van, dat doen de katholieken niet. Zoiets verschrikkelijks. Hè? En zij zei, ja, ik geloofde het zelf eerst ook niet. Ja, daar staat, iedereen kan van alles beweren. Hier. Maar, zei ze, inmiddels weet ik dat het waar is. En toen heeft Avro Manhattan nog tegen Eleanor Roosevelt gezegd. Maar nou, als het Amerikaanse volk hier achter komt, dan gaan de koppen rollen. Waarop Eleanor Roosevelt tegen Avro Manhattan zei van, nou, daar hoef je geen zorgen over te maken. Want als ze er al achter komen, nou, ze worden overstelpt met zoveel waninformatie, dat ze door de bomen toch het bos niet meer kunnen zien. Je krijgt 10 onzinberichten en daartussen staat 1 bericht van de wandaden van de katholieke kerk in Kroatië. Oh, zei de mensen, zei Eleanor Roosevelt, de mensen die stappen daar overheen. Oh, dat zal ook alweer onzin zijn. Ja, zo gaat dat. Ja, het
mijn vorige uitzending over weltschmerzje. Het gaat over de naïeve mens. Ja, en dan zie je dus wat er met de naïeve mens gebeurt in het geval van Kroatië. En in het geval van ons. Wij dat helemaal niet weten. Ik had mijn dochter gisteren aan de lijn en die zei dat ze naar Kroatië ging op studiereis. Ik ben daar maar niet over begonnen. Het eerste wat ik dan denk is van, oh, het land waar er zoveel doden gevallen zijn. Vermoord zijn, gemarteld en vermoord. Levend begraven en dat soort dingen. Ja, nee, maar dat is leuk. Verschrikkelijk, man. En zo gaan die dingen maar door, hè. De katholieke kerk, die kan je ook niet aanpakken via de Verenigde Naties. Want ze zijn geen lid van de Verenigde Naties. Zij zijn toezichthoudend lid. Dat zijn ze. Ze mogen toezicht houden. Voor de rest niet. Je kan ze niet aansprakelijk stellen. Als Kenia bij wijze van spreken buiten de pot zou piezen. Dan kan de Verenigde Naties zeggen, van, nou dan heb je hier resolutie nummer. Op straffen van een militaire interventie moet er wat gaan gebeuren. Maar dat kan je niet doen naar het Vaticaan. Nee, dit geldt niet. Ik ga hier even mijn kanaal erbij pakken. User. Kan ik even laten zien hoe die zoekfunctie werkt. Dit is niet zo moeilijk hoor. User de Hufters. Die link staat hieronder. Als je gewoon op mijn naam klikt. En dan zie je staan in eerste instantie home en dan video's, playlist, channels, discussion, about. En daarnaast staat een vergrootglas. Daar moet je op klikken. Wat zei ik nog net? Valse vlag, hè? Valse vlag. Met een V. Want zijn Engels is false flag. Valse vlag, de Nederlandse uitzending. Kijken of die komt. Ja, valse vlagoperaties. Nummer 1, 2. Ja, dan krijg je er heel veel. 3. We hebben 4, 5, 6. Ja. En dan de rest komt erachteraan. Dat is niet zo belangrijk. Bovenaan staan de goede. Ook er eentje over vrouw slaan. Wauw. Tof hoor. Allemaal grappige dingetjes. Wat heb ik hier nou allemaal? Oh, is een foto van de kamer van mijn dochter. Als ik voor haar aan het klussen. Ja, geheim. Best een mooi kanaal geworden, vind ik. Heel informatief. Nou, nu weet je weer wat meer over die toestanden in Kroatië. Dus ik hoop dat je er wat aan hebt gehatterd. En tot een volgende keer, zou ik zeggen. Dan verzin ik vast wel weer een leuke. Over weltschmerz. Met weer een andere onderwerp. Hè? Nou dan. En op zijn hamburgers. Zag ik, tjus. En dag lieverd.